Het Hof van Justitie is sinds gisteren 7 advocaten rijker. Suresh Bikki, Vincent Moes, Rajesh Prakash Bouvar, Sitla Devi Bihari, Kenneth Amoksi, Noël Best en Aruna Jewella zijn de nieuwe advocaten die zijn beëdigd en toegelaten tot het Hof van Justitie. De beëdiging vond plaats in de zittingszaal van het gerechtsgebouw van het Hof van Justitie aan het Onafhankelijkheidsplein. Nadat de nieuwe advocaten waren ingezworen, wees waarnemend president Ivan Rasoulbaks hen op de verantwoordelijkheden die dit beroep met zich meebrengt. Het Hof bestaat volgens hem nu uit 220 advocaten. 220 advocaten is niet weinig, nogmaals. En hoe meer advocaten erbij komen, hoe meer onontkomelijk, hoe meer burgers, mondige burgers die er zijn, die zullen hier en daar hun klachten deponeren. Vanwege het feit dat het advocatentuchtcollege geen bekendheid heeft van die naart, krijg ik nog steeds klachten van advocaten als president van het Hof. Terwijl daar die klachten niet thuis horen. Wat ik dan doe, is ik verwijs de mensen naar de secretaris van de Surinaamse Orde van Advocaten. Rasoulbaks wees de advocaten wederom erop dat zij niet het laatste woord hebben binnen de rechterlijke macht. Het komt volgens hem te vaak voor dat advocaten beloften maken naar hun cliënten toe, terwijl het de rechter is die uiteindelijk beslist. U kunt niks beloven. Het zou goed zijn als een advocaat zou kunnen beloven en zeggen, dit wordt het. Maar u heeft niet het laatste woord. Als ik soms van die klachten verneem en ik lees de dingen en ik hoor de mensen zeggen, die advocaat wist zeker dat die rechter in het voordeel zou beslissen. Dat denk ik bij mezelf. Was die advocaat maar helderziende ook erbij. U weet nooit, niemand weet het dan de rechter alleen hoe dat besluit. En die rechter verantwoordt dat. Dat besluit wat genomen is, middels een vonnis of een beschikking. U kunt daarin lezen wat de stappen zijn geweest, waarom de rechter heeft gezegd wat hij heeft geoordeeld. Waarnemend president van het Hof van Justitie, Ivan Rasoulbaks. Het Hof van Justitie heeft gisteren 7 nieuwe advocaten beëdigd en toegelaten.